Goedemorgen, ik ben Desiree Stoppel en het is 3 februari 2015. De Tweede Kamer wil rechters gaan straffen. Dat is volkstoneel. Ik ga uitleggen waar ze echt mee bezig zijn. Daar ben ik echt wel een kwartier mee bezig. En eigenlijk langer, maar ik zal het tot een kwartier beperken. Er is buitenweg werkverkeer, ik ga gewoon door. Want dit moet nu, vandaag, het internet op om de leugens van het parlement te stoppen. De MH17 is ontstaan door 100% corruptie van alle rechters in Nederland. Sinds augustus 2012 is onze rechtspraak juridisch 100% corrupt. Toen heb ik namelijk een brief gekregen van het internationaal strafhof waaruit blijkt dat zij weigeren de grondwet, mensenrechtenverdragen, statuut van Rome, VN-verdrag, EU-verdrag juridisch correct toe te passen. Dat is een brief waarmee het internationaal strafhof aan mij heeft bewezen dat zij via lobby burgers folteren en vermoorden en dus af en toe een paar van die zwarte dictatoren in de cel zetten om het idee te wekken dat het ICC een rechtbank is. Onze Nederlandse rechtspraak had direct aan het volk moeten uitleggen in augustus 2012 dat Nederland geen rechtsstaat meer is en dat we door corruptie van het parlement en de Hoge Raad en de universiteiten en de koninklijke familie nu onze economie kwijtraken. Dat hebben ze niet gedaan. De rechtspraak heeft ervoor gekozen om samen met de nep-veiligheidslobby, de Hague Security Delta, een heel toneelstuk over Al-Qaeda op te voeren, al die professoren naar voren te schuiven, met allemaal onzinverhalen over bedreigingen in Nederland, kwaadaardige mensen, economische rampen en dergelijke. Door die onzin is de MH17 ontstaan. Als rechters in Nederland, als de rechtspraak in Nederland in 2012 aan het volk had uitgelegd dat ik, Desiree Stoppel, in 2007 opzettelijk door de Hoge Raad en politici gedwongen ben als eerste Nederlandse vrouw een rechtszaak te starten binnen het internationaal strafhof. Dat ik bewijs dat het ICC corrupt is en weigert met mensenrechtenverdragen te werken en dat het ICC dus mensen vermoordt. Dan was die hele nep-veiligheidslobby gedwongen juridisch correct te gaan werken. Dan waren ook de bedrijven op die lobby, KLM of andere bedrijven, gedwongen juridisch correct te gaan werken. En daarmee bedoel ik dat ze dan niet meer aan tafel hadden kunnen zitten met politici uit het parlement en de koninklijke familie, die opzettelijk moord op burgers regelen voor hun arbeidscontract en hun ego. De MH17 had nooit plaatsgevonden als de rechtspraak in augustus 2012 aan het Nederlandse volk had uitgelegd dat het internationaal strafhof op verzoek van politici burgers vermoordt. Dan krijgen we nu de situatie dat de lobby van de rechtspraak begint te begrijpen dat hun leugens onhoudbaar zijn. Er komen steeds meer protesten uit de samenleving over het slechte functioneren van rechters. Nu willen die rechters niet toegeven dat ze al jarenlang in overleg met het parlement dossiers van rechtszaken en dus ook burgers laten verdwijnen. Omdat ze dat niet willen erkennen en omdat ze dus niet langer kunnen liegen nu internationaal duidelijk is dat onze rechtspraak corrupt is, komen ze met oplossingjes. En die oplossingjes zijn van, ja, we gaan rechters die door rood rijden en die alcohol met alcohol achter het stuur zitten straffen. Ja. Van die rechters heb je geen last hoor, als burger. Ja, moet een beetje voorzichtig zijn. Kijk, je hebt er wel last van. Als jij achter met zo'n rechter te maken hebt terwijl je een verkeersslachtoffer bent en iemand is gehandicapt of dood gegaan in het verkeer, dan heb je er wel weer last van. Maar de grote lijn is dat in Nederland alle rechters de politiek helpen bij het laten verdwijnen van dossiers en mensen. En dus internationaal opzettelijk groepsdoden aanmaken. Het is wachten op de volgende groepsdood.
Het parlement wil het moordenaarscontract dat zij met rechtspraak hebben in stand houden. Dus komen ze nu met dat toneelstukje. Ja, we gaan dus rechters, die kleine vergrijpen, begaan straffen. Het Nederlands parlement heeft geen bestaansrecht meer. En dat is deze zomer ontstaan. Ik bewijs nu inmiddels dat zowel het parlement, de koninklijke familie en de Nederlandse kiesraad weigeren de grondwet en de mensenrechtenverdragen uit te voeren en dat ze dus allemaal via de lobby achter het internationaal strafhof willen doorgaan met die moordenaarscontracten. Het internationaal strafhof blijft liggen, terwijl er dus internationaal een enorme druk op Nederland wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld de MH17. Europa wil dat Oekraïne, het Kiev-parlement, lid wordt van het ICC. Het Kiev-parlement heeft een deel van Oekraïne uitgesloten van de rechtsstaat. Oost-Oekraïne, waar nu gevochten wordt, heeft geen geld meer uit Kiev, maar krijgt ook geen advocatenkantoren en rechtbanken uit Kiev. Dus het volk van Oost-Oekraïne mag geen rechtszaken starten tegen het Kiev-parlement om de oorlog te stoppen. Daar zit Nederland tussen. Nederland gedraagt zich als een dubbel spion en een dubbel dictator. Nederland helpt het Kiev-parlement bij het trainen van het leger om het volk in Oost-Oekraïne uit te moorden. Nederland geeft geld aan het volk in Oost-Oekraïne om vliegtuigen en menselijke resten bij elkaar te zoeken. Tegelijkertijd zegt Nederland dat Oost-Oekraïne de schuld is van de MH17 en dat dus het internationaal strafhof de daders in Oost-Oekraïne in de cel moet zetten. Nederland geeft dus geld aan alles en iedereen om de werkelijke toedracht van de MH17 te verbergen. Het Nederlandse volk mag nu nog niet ontdekken dat dit hele toneelstuk, zowel Oekraïne als rechtspraak, wordt opgetuigd om de huidige politici in hun arbeidscontract te houden. Het internationaal strafhof heeft al aangekondigd dat ze een onderzoek gaan instellen tegen Oekraïne. Maar het ICC liegt over rechtszaken tegen Poetin, Obama en Nederland. Dat weet de hele wereld. Dat weet de maffia, dat weet Al-Qaeda, dat weet de rebellen, dat weet echt de hele wereld behalve Holland. Als nu het parlement komt met wij gaan rechters straffen en het is zo'n halfbakker zwakbegaafd toneelstukje dat ze opvoeren om het volk de mond te snoeren, dan betekent dat voor de MH17 mensen dat ze nog 5 jaar langer in de hel zitten. Want je moet niet vergeten dat Poetin en Obama, die mijn dossier hebben op cd, mijn brieven aan hun geadresseerd, mijn DNA hebben, dat allemaal zullen gebruiken in de rechtszaal bij het internationaal strafhof om zichzelf te verdedigen tegen de moordenaarspraktijken van Nederland. Dus het komt nu nog niet aan het licht in het media, maar misschien wel over 5 jaar of 10 jaar. En dan is dat nog niet het enige. Duitsland zit er ook nog tussen. En Angela Merkel gebruikt het internationaal strafhof voor haar Hitlerpraktijken. En dan kom je uit bij die WIFCA. Die WIFCA zegt dat er een beloning staat van een onbekend persoon van $30 miljoen op informatie over het ICC. Dat betekent dus dat het Nederlands belang is om de MH17 mensen zo lang mogelijk aan het lijntje te houden en bij voorkeur 20, 30 jaar, omdat dan de hele generatie machthebbers binnen het parlement, de rechtspraak en de koninklijke familie dood is. Het probleem MH17 en de corruptie bij de rechtspraak moet gelijktijdig in de doofpot sterven met de daders die nu aan de macht zijn. Ik stop, want het is allemaal heel erg veel. Dag.